De leden van Oogstgroep Almelo maaiden zaterdag op traditionele wijze het perceel Roggeland op de hoek Berrelagelaan en Willem de Klerkstraat. De Oogstgroep Almelo is opgericht om het historisch erfgoed rond het oogsten van vroeger niet verloren te laten gaan. In de jaren 90 van de vorige eeuw is men begonnen met het roggen zaaien en maaien in het Schelvorstpark en later kwam hier het dorsen met de stok bij. En dan leg je de snijkant hierop. Dan kun je het nog verder scherp, hè? Dan kun je hem zo scherp, dan kun je de vingerzagel dan met opzetten. En het deelnemen aan kampioenschappen dorsen werd een van de hoofdactiviteiten van de oogstgroep. Nou, ik ben momenteel dus aan het roggemijn. Dat doe ik dus met een zicht en een haak. Dan hol je de roggen mee vast en de zicht die gooi je onder aan de wortel van de roggen. En dan mee door een schoof van. En die schoof die wordt dan weer gebonden door de dames, dat is de binsters. En die binsters die met elkaar zitten, dus die schoof bij elkaar en dan noem je dan een gast. En die kun je dus in vier stuk zetten. Meestal met roggen, wat het zoals vroeger was, dan zet je ze in vier. En dan met een kopzeel, dan zet je ze dusdanig vast dat ze dus ook niet om kunnen wijden. En dan is tegenwoordig later in die titels met de graanmaaier kwam, dan werden ze dus wel aan zes of acht bij elkaar gezet. En ook met haver en zo, dat is weer een heel ander product. Maar dan zat die is ook korter en die zat die meestal dus wel aan grotere gasten dus bij elkaar. De roggen die wordt straks in de schuur als ze droog is. En dan gooien ze dus in de winterdag, zoals ze vroeger waren. De winterdag, dan was het meer tijd was. Dan werden ze dus gedorst. En dan wordt het soort van het graan van de aarde gedorst met een dorsvlegel. En dan, als die dan uit de roggen eruit hebt, die wordt dan bij elkaar geveegd. En op een gegeven moment dan heb je een wanne, die zo'n hele grote schaal, daar gooi je met op een hoek van het huis staan. En dan gooi je zogenaamd het kaf van het koren scheiden. En dan hoor je schone roggen over. En die roggen, daar kun je dan eventueel brood van maken. Vroeger werd er natuurlijk heel veel roggenbrood van bakken. En het werd ook gewoon gemalen, als roggenmeel. Dat werd ook gebruikt. Je doet dus gezamenlijk oefenen wie met drie mensen. Dan gaan we dus dorsen op de dorsvloer. Daar oefenen we voor. En dan hebben we dus provinciale wedstrijden. Er worden dus meerdere verenigingen, Haarlem en Bonnebroek en wat aan Overijssel is. En dat hebben we dit jaar gehouden in de Gramsberg, in de Haltheme. En vorig jaar hebben we dat bij de Wendelzolen gehad. En dat wordt op verschillende plekken, als er maar plek is, en wordt met je mensen bij elkaar komen. Dan geeft het hem dat je ook wat demonstreert, dat je publiek hebt. Want het zijn toch allemaal ouderwetse beroepen en wordt de jeugd niet zoveel kaas van gegeten. En daar is het heel mooi voor hem daar naartoe te gaan om te kijken.